de laatste uitzending van vorig jaar waren we hier ook, bij deze juwelier aan de Mierlozeweg in Helmond. En dat was voor een overval op zaterdag 10 november. Het onderzoeksteam is aan de slag gegaan met alle tips. En het resultaat is nieuwe informatie en nieuwe vragen. En we hopen met uw hulp weer wat dichter bij de daders te kunnen komen. Even terug naar die zaterdagmiddag 10 november. Wat was er ook alweer gebeurd? De juwelier in de Mierlozeweg had net zijn drukste periode achter de rug. En dus even tijd voor wat andere werkzaamheden. Het is iets over 3:30 als er dan vanuit de richting van Mierlo twee scooters aankomen. Op de een of andere manier vallen ze wel op, maar niemand kan dan nog weten waarom. Ook de juwelier heeft niets in de gaten. Het zijn nu nog gewone voorbijgangers. Pas later wordt duidelijk wat hier gebeurt. Namelijk dat er 4 overvallers door de straat rijden, die het juiste moment lijken af te wachten. Overvallers nemen de tijd en opvallend is dat ze stuk voor stuk precies lijken te weten wat ze moeten doen. In je tas, in je tas! Blijf liggen! Blijf liggen! De hele overval is door de bewakingscamera vastgelegd. Van de aankomst van het viertal, buiten op de twee scooters, tot en met het geweld binnen. Alles gaat aan diggelen. En terwijl de juwelier buiten beeld met een mes wordt bedreigd, zijn de andere twee bezig met de sieraden. Vlak na de overval gaan ze er razendsnel vandoor op hun scooters. En via allerlei sluipweggetjes komen ze dan uiteindelijk hieruit, bij het kanaal, ter hoogte van het Barendspark. En op deze plek dumpen ze ook de scooters in het water. Dus dat ze hier in de buurt bekend moeten zijn geweest, dat kan haast niet anders. De ene scooter was een Aprilia SR met een rode onderkant die zwart gespoten was. En de andere zwart gespoten scooter bleek later in het onderzoek gestolen te zijn. Niet in Nederland, maar in Duitsland. Dan wordt het interessant, want vlak na die diefstal gaan ze met die scooter tanken. En daar zijn beelden van. Maar daarvoor moeten we eerst naar Venray. Want dat gebeurde hier, bij dit tankstation, vlak bij de Duitse grens. En dat was een week voor de overval op de juwelier op zaterdag 3 november. En erg slim was het niet van ze om hier te tanken zonder te betalen, want daardoor staan ze nu op beeld. Het blijkt dus een blauwe scooter te zijn. En zelfs het Duitse kenteken is zichtbaar. DA125. Het gaat om een scooter zoals deze, alleen dan met een windscherm. Getuigen hebben ook een grijze BMW met 3 inzittenden gezien, die bij de jongens hoorden. Zegt het u iets? De scooters, de grijze BMW, bel dan meteen. We weten nu dus dat ze hier in Venray met die blauwe scooter hebben getankt, een week voor de overval. Maar dat betekent ook dat hij in die week voor de overval misschien gewoon ergens heeft rondgereden. En hij is nog overgespoten ook. Dus wat we willen weten is, wie heeft zo'n scooter nog zien rijden in de week tussen zaterdag 3 november en zaterdag 11 november? Wie weet iets over dat overspuiten? Waar is dat gebeurd en door wie is dat gebeurd? Of is er misschien iemand die toch weet wie zo'n scooter in zijn bezit heeft gehad? En daar komt bij dat we het sterke vermoeden hebben dat ze goed in de omgeving van Helmond bekend moeten zijn. Maar we denken ook dat ze nog meer overvallen in en in de omgeving van Helmond op hun geweten hebben. Heeft u een vermoeden wie de jongens zijn op de blauwe scooter, in combinatie met een grijze BMW misschien? Naast de tiplijn en anoniem kunt u ook rechtstreeks bellen met de criminele inlichtingeneenheid op 079 345 8999.